Robbie Schadel, Dennis Laude, Wil Fuchs en de keeper Greg. Ja, dat waren wel de toppers van Europa destijds. Hè? Ja. Ik denk dat de wedstrijd in Rotterdam, waar wij met 1-1 gelijk speelden en waar ik een fantastisch doelpunt maakte, dat is voor mij bijgebleven. En dan de uitwedstrijd bij Manchester, waar ik even genoten heb. In de thuiswedstrijd, die vanwege de lichtinstallatie in de Kuip werd gespeeld, kon Willem II goed partij geven. Maar in Manchester was het Europese sprookje snel voorbij. Willem II verloor in Engeland met 6-1. Wat mij meest verbaasd heeft, zijn de emoties die na 53 jaar toch nog terugkomen. Spelers die toen wissel stonden en daar toch nog wel een beetje mee hebben gezeten, zo blijkt. 53 jaar lang. Ik stond er in alle wedstrijden, in de competitie stond ik erin. En juist die wedstrijd werd gepasseerd. Daar baalt u volgens mij nog steeds zo van? Daar ben ik nog steeds kwaad over, ja. Ja, dat is eigenlijk het einde van mijn carrière geworden, zelfs. Ja. Aanvaller Frits Lauer was toen nog tijd de grote man bij Willem II. Hij werd rond de wedstrijden tegen United gevolgd door een cameraploeg. En met die beelden, gecombineerd met interviews met de spelers die nog in leven zijn, is nu een documentaire gemaakt. Daar heb ik een filmpje van, opgenomen door een paar cineasten die er geen kijk op hebben, want die zaten boven op de tribune. Ver weg, dat doelpunt dat ik dus maakte, het staat er helemaal niet op. Terwijl het voor mijn gevoel een van de mooiste die ik ooit gemaakt heb. En ik heb er toch ook wel verschillende gemaakt. Boven in de hoek, zo'n stukje van de lat, zo'n stukje van de paal. En ik heb elke keer gezegd, als daar drie keepers hadden gestaan, dan hadden ze hem ook niet gehad, die bal.